Het Bronnevo heeft sinds een paar dagen een beweegtuin. De beweegtuin zit achter de afdeling fysiotherapie van Bronnevo en is bedoeld voor patiënten van het ziekenhuis. Maar ook voor wijkbewoners en bewoners van omliggende verpleeg- en verzorgingshuizen. Zoals we allemaal weten is voor iedereen, jong en oud, bewegen heel belangrijk. Maar zeker voor ouderen. En we willen overal dat iedereen gestimuleerd wordt. En er wordt heel veel gedaan. Maar voor de groep ouderen is het nog belangrijker dat ze gestimuleerd worden. Want je doet een aantal oefeningen. Je kan het onder begeleiding doen. Je kan het zelf doen. En dat stimuleert mensen niet om eindeloze wandelingen te maken. Maar dat hoeft niet. Maar wel om oefeningen te doen die nodig zijn om actief en fit te blijven. Prima initiatief. Ja hoor, het ligt er mooi bij en het enthousiasmeert ook om het te gebruiken. Je ziet een leuke apparatuur staan en je denkt, nou daar ga ik eens een keertje op lopen. Het is geen afschrikkend streng geval. Het is speels. We worden in Nederland allemaal steeds ouder. Als je thuis achter de geraniums blijft zitten, dan wordt je spiermassa ook minder. En op een gegeven moment kan je niet meer opstaan vanuit die stoel. En dan kan je niet meer zelfstandig wonen. En dan moet je naar een verzorgingshuis of misschien zelfs wel naar een verpleeghuis. Dus het is ook in ieders belang om zo lang mogelijk te blijven bewegen. Want alles wat je niet meer doet, raak je kwijt. En als je 70 bent geweest, krijg je het ook niet meer terug. Nou, wat ik wil, is dat mensen die eenzaam zijn, en die moet je natuurlijk eerst vinden, om die uit te nodigen hier naar de beweegtuin. Dat doen we samen met de wijkvereniging. Er zijn commissies binnen de wijkvereniging waar we samen mee optrekken om te kijken van nou, hoe kunnen we nou de mensen letterlijk achter de geraniums vandaan krijgen. En met elkaar dingen doen. En natuurlijk hoeft dat niet alleen maar bewegen te zijn. Kijk om je heen, er staan een aantal bankjes. Je kan ook gewoon zitten hier en praten met iemand. Ik denk, ik hoop, dat als je dat eenmaal een paar keer gedaan hebt, dat je vanzelf een klein beetje gaat proberen. Op dinsdag en donderdag is er van 2 tot 3 begeleiding aanwezig.